Laatste kandidaat in de Soundmixer TV-test. En ook laatste kandidaat van de hele Playback Show is Don McLean. Stel, hoor eens eventjes. Misschien dat er mensen thuis zijn die denken, die heb ik al een keertje gezien. Dat klopt, vorig jaar, dat we de mensen op gingen roepen voor de Soundmixer TV-test, deed hij een nummer van Mackie McNeil. Want ik kan heel hoog zingen, hè? Dat klopt. Ja. Dat was het nummer Amsterdam van het Songfestival 1980. Ja. En dat was een soort eigenlijk demonstratie van de Soundmixer. Dat was eventjes in 30 seconden. Maar wij vinden het zo leuk als iemand erop lijkt. En toen moest jij op Mackie McNeil gaan lijken. Dat was een probleem. Vertel eens hoe dat gegaan is. Jurken passen en zo? Ja. Pruiken, jurken, oorbellen en dat zag ik toch niet zo zitten. Ik had toch eigenlijk wel graag misschien een nummer van haar willen doen, Terug naar de Kust of When You're Gone. Maar dat bleef gewoon... Joling, nee. Ja. Ikzelf dus, maar in ieder geval, ik doe nu Don McLean en dat vind ik ook een fantastisch nummer. Don McLean ziet er ook een beetje zo uit. Spijkerbroekje, overhemdje en ja. Dus dit is een spijkerbroekje, dus overhemdje. En een stropje ook waarschijnlijk, hè? Ja. Die heb je ook om, ja. Gerard Joling, ik moet je voorstellen dat hij met een jurk en pruik, ik zie dat al voor me, en dan toch uiteindelijk toch maar een andere artiest gekozen. Verstandig hoor, verstandig. Zingt heel hoog, misschien kun je even iets heel hoogs doen. Dan zet ik hem eventjes op 7 meter hoog. Zo, en opletten. Ja. Iets even eerder. Nou. Stom, dat is wel 8 meter, maar ja, ik zeg niks. Hè, gewoon. Don McLean! Ik kan er wel van janken. Zo mooi, hè? Ja. Goh.
Zo. Hoe kom jij nou zo'n hoge stem? Ja, dat weet ik dus ook niet. Het zit er gewoon in. Het is een tenor, eigenlijk. En hoe ik er aankom, weet ik niet. Hoe ik er afkom, eigenlijk ook niet. Nou, je moet er niet van... Nee, je moet hem houden zo, denk ik, hè, Liesbeth? Ik ben verbijsterd. The new star is born. Alles is goed. Dictie is goed. Gezicht, uitdrukking goed. De manier waarop je beweegt is goed. De stem is goddelijk. Iedere hoge toon zit ik helemaal... Altijd haarzuiver. Ik vind het fantastisch. Prachtig. En je moet zo een hoofdrol in de allermooiste musical krijgen. En dan wereldberoemd worden. Kom maar op. Nou. John? Nou ja, het is natuurlijk normaal gesproken nog een lange weg. Ja. Maar, ja. Wat een fantastisch programma dat dit soort talent ineens zichtbaar wordt. Hè? Want een geweldige stem, maar ook een présence alsof hij niks anders gedaan heeft. Ja. Hij heeft zekerheid, pakt de zaal, weet waar de camera staat. Laat zijn zenuwen, die natuurlijk ook door zijn lichaam gieren, niet zien. Blijft zuiver zingen en komt heel totaal over. Hij moet zo gauw mogelijk eigen repertoire gaan zoeken. Want dit is echt professioneel wat die jongen doet. Nou, mooie woorden zijn er niet voor je, hè? Oké. Don McLean! Zo. Jury heeft alle puntjes bij elkaar gedaan. Heeft me ook verteld dat het ontzettend moeilijk was. Dat zeggen ze altijd, dat zijn van die clichés, maar dat was echt heel hoog niveau vanavond. We beginnen met de playback acts op de derde plaats. Zijn geëindigd. Wham! Becky, ik geef daar even de beker bij. Het maakt niet uit wie hem krijgt. Lekker gevoel. Zalig. Ja, dacht ik ook. Dankjewel voor je komst en veel succes nog. Dus op Wham, ja. Op de tweede plaats wat betreft de playback acts, Olivia Newton-John. Hey. Ja. Daar ben je wel blij mee. Geweldig blij mee, ja, geweldig. Dat zal geen woorden weten er bijna voor. Dankjewel, je hebt het ook voortreffelijk gedaan, hè? Goed zo. Dan de eerste prijs voor de playback acts. Doris D. Ja. Ja. Hoe beroemd je kunt worden met je maten, met je dansen en met een act van Doris D. Wat een mooie beker, hè? Hartstikke mooi. Je bent er helemaal onderaan van, zie ik. Ja. Fantastisch. Ja, oké, als je weer terug wil gaan naar je plaatsje, dan gaan we over naar de Soundmixer TV-test. De derde plaats, ik denk dat ze daar heel blij mee zijn, Saskia en Sersi. Zo. Wij willen weer een beker, hè? Ja, hartelijk bedankt. Toen ook al. Zo. Niet alle moeite voor niks geweest, al het gerepeteerd. Bedankt voor jullie komst, heel leuk dat jullie er waren. Saskia en Sersi, niet playback, maar nu een keer live. Dankjewel. Ja. Op de tweede plaats is geëindigd Frida Bogera. Dag Frida, leuk hè? Ja, hartstikke leuk. Enig. Kijk wat een mooie beker. Alle moeite is niet voor niets geweest. Het haar verven en de pruik en de mooie jurk. En... was heel leuk. Oké, fijn dat je mee hebt gedaan. Oké. En dan voordat we de eerste prijs bekend gaan maken, wil ik even de jury van vanavond bedanken. Hartelijk dank John van der Est, Liesbeth List en Manfred de Graaf. Ongeschoren of niet, bedankt voor je komst. Ja. En dan nummer 1 wat betreft de Soundmixer TV-test, Don McLean. Zo, kijk het even aan. Fantastisch. Nou, we gaan het direct zoenen. Dan gaan we op de traditionele manier afscheid nemen. Ik hoop dat u een beetje meedoet. Vooral de soundmixers wil ik even goed laten horen. Hè? Ja? Dames en heren, thuis doet u ook mee. En dames en heren in de zaal in Alsmeer, daar komt hij aan, hè? En er mogen nu bloemen worden gebracht, want we zitten de stad in Alsmeer. Goeie, mikmak. Hey ja. Reach sound and touch somebody's hand. Make this world better place. Kom maar even op de zullen. Reach out and touch somebody's hand. Make this world better place. Dankjewel.
Sweet Child.